verstaan hier vandaag bij de ontdekking van het jaar, mag ik dat zo noemen. Kent je daar wat meer over vertellen? Nou, voor de lui die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Zittert, is dat zeker de ontdekking van het jaar. En dat is ja, een enorm deel van de vestingwerken van Zittert zijn blootgelag in de buurt van Fort Sanderbout. En kent je daar wat meer over vertellen over die werken? Het oudste deel is waarschijnlijk uit de 14e eeuw. En dat is ja, een hele sterke versteviging van de vestingwerken, opgeboet in Mergelstein. Het is heel bijzonder dat er Mergel ik begreep. Kent je daar nog eens meer over vertellen? Ja, Mergel wordt toen groot genoeg voor de vestingwerken. Maar ja, later, als er kanonnen komen of zo gaat, ja, zijn die Mergelstenen moeren natuurlijk niet groot genoeg. En dan, ja, voor latere eeuwen, wordt dat allemaal aangeaard om zeg maar die kanonskogels, die ze dan gebroken, ja, te kunnen smoren. Maar in de 14e eeuw wordt Mergelstein nog wel prima materiaal voor de verdediging. En wie bijzonder, kent je dat eens benadrukken, wie bijzonder dat is dat je er zo gaat nog in de groen vindt? Nou, het hele bijzondere is van, ja, god, de lui die kennen Zittert van de omwalling, hè, van wie zo'n Zittert is, hè, wie de wal eromheen ligt en zo gaat. Hè. Maar dat in de wal ook een Mergelstenen moer ligt, ja, dat kennen de lui zich binnen niet voorstellen. En het is heel bijzonder dat dat nu zo'n hele grote oppervlakte is blootgelag. En ook de omvang is toch wel bijzonder. De eerste schattingen horen dat het een diameter van 40 vierkante meter. En dat is wel vrij fors eigenlijk. Voor, ja, een relatief klein stadje wie zit er te horen natuurlijk. Kent je zo leggen wat de toekomst, wie de toekomst uitstuurt van de Schootsvelden? En ook met name met dit gebied? Nou, we hebben in Zittert Revisited al gans geschreven over de Schootsvelden. Hè, wie van met die gebieden willen omgaan. En in de laatste actualisatie hebben we ons benadrukt dat het toch zo belangrijk is voor waterdruk te horen, grachten. Dat het belangrijk is om historische artefacten naar boven te halen. De Altstad, wie we vaker tegen Zittert zeggen, die moesten laten zien met de historische zaken, maar ook die historische zaken beleven. Tot ze kunnen komen kijken, tot ze daarvan kunnen genieten. Dit gebied is altijd de bedoeling geweest dat we de grachten terugbrachten. Die grachten brengen van niet alleen uit historische overweging terug. Daar zeggen we ook van, we moeten waterbuffering in de binnenstad hebben. Maar we hebben ook op dit moment te maken met hele extreme temperatuurverschillen. Wat we met die grachten ook proberen is die temperatuurverschillen vasthouden. Beter controleren, beter onder controle houden zeg maar, van de temperatuur in de stad. Hier gewoon voor kijken wie we de combinatie kunnen maken van grachten en volkstuinen. Die volkstuinen die moeten blijven. De volkstuinen moeten wel veiliger worden, want hier is nogal het gebeurde in het verleden. Dus veilige volkstuinen, water bij de stad. En ja, dan krijgt de zo gaat wat we hier ontdekt hebben, tot er een ganse hoop historie van de stad rond de middeleeuwen vrijgelaagd werd. Maar dat is een kaartje van 1538. En waarschijnlijk is dat gemaakt in aanloop van een oorlog tussen de hertog van Gelderen en Gulik tegen wat later Karel de Vijfde is, de koning van de Habsburgers. In dat kader is waarschijnlijk, of is Zittert verstevigd. Dus in Zittert maakte toen deel uit van het hertogdom Gulik en in de landtaaksverhandelingen van 1538 steed dat er drie plaatsen waren versterkt in de aanloop naar dat conflict. En dat is Oiskirchje, Jülich en Zittert. En waarschijnlijk is dan ook het keertje gemaakt. Totdat 1538 is, dat staat hier bovenop het turken. Kent je eens op de kaart aanwijzen waar we nu precies staan? Nou, waarschijnlijk. We zeggen alleen maar waarschijnlijk. Gezien de omvang van het vestingwerk, kent dat dit gedeelte op de kaart zien. Eigenlijk van wat de uitgangsweg voor van Zittert, waar nu zeg ik, in de buurt van de Putstraat is. En we hoorden net in het gesprek de Putstraat naar de toegangsweg. Hè? Dat, waar heb je hier een andere gedachte over? Nou ja, oké. Okay. Hoe denken de lui? Ja, de Putpoort, ja, dat lik ja, waar de Putstraat is, in de Putstraat. Maar gezien het stratenpatroon buiten Zittert en ook dit vestingwerk zou het me niet verbazen als de uitgangspoort meer lik waar hier die opgravingen zijn. Dus door de uitgangspoort waarschijnlijk
in de 14e, 15e, misschien nog een stukje 16e eeuw.